Ik denk dat het nu tijd is om echt fundamenteel na te denken over de beloningsstructuren voor bestuurders in Nederland. Ik denk dat we op dit moment ons realiseren dat, dat, dat de aanname dat er een perfecte markt is van vraag en aanbod voor bestuurders, dat argument, dat gaat gewoon niet langer meer op. Dus als je kijkt, begin. Jaren 2000, 2001, 2002 zagen we een heel matige stijging van het vaste salaris, zelfs soms een, een, een nullijn. Uh, dat was toen in lijn met alle andere medewerkers. Uh, daarentegen stond een enorme opmars van variabele beloning. Uh, jaarlijkse bonussen, uh, jaarlijkse variabele beloning, lange termijn beloning, aandelen, uh, voornamelijk. En dat had te maken met de gedachte dat uh, we heel goed konden meten ...hoe bestuurders dus presteerde en wat voor effect dat zou hebben op de, op de prestaties van de onderneming. Daar zijn we de afgelopen jaren iets van teruggekomen. Dus wat je ziet is dat de pure financiële gerichtheid van de variabele beloning... ...dat die in het afnemen is. Dus dat er steeds vaker duurzaamheidscriteria in variabele beloningsplannen terugkomen. Uh, dat uh, sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid, medewerkers, tevredenheid... ...dat dat soort zaken, dat die terugkomen in variabele beloning. En daarnaast zie je nu dat... ...eigenlijk uh, het besef begint te ontstaan dat variabele beloning niet heilig is. En niet uh, de holy grail waarvan we ooit dachten dat die het zou zijn. Namelijk dat je bestuurders alleen maar beloont als ze echt daadwerkelijk presteren. Dus beloningsstructuur in Nederland zie je dat er nog een steeds groot deel... ...voor, voor grote ondernemingen variabel is. 50 tot 60 procent van de totale beloning is variabel. En wat ik verwacht is dat dat de komende jaren gradueel zal gaan, uh, zal gaan afnemen. En denk je dat die verandering is ontstaan van binnenuit... Um, ik denk dat het een combinatie is van uh, de aard van toezicht. Dus dat we uh, toch wel beseffen dat we alle belanghebbenden in aanmerking moeten nemen uh, bij, uh, bij het managen van een onderneming. Um, ik denk dat we een tijd lang mee zijn gegaan met de Anglo-Saxische cultuur, aandeelhouderswaarde. Ik denk dat we daar toch een beetje van terug aan het komen zijn, omdat dat toch tot een aantal excessen heeft geleid, zowel bij ondernemingen als met betrekking tot de beloning die uitbetaald is in, uh, in, in een aantal gevallen. Um, ik denk dat de verbetering van de governance structuren de afgelopen jaren, dus de onafhankelijkheidscriteria, de openbaarmaking van beloning, beter betere begrip bij aandeelhouders en ook bij mensen, uh, bij publiek, journalisten ook, van wat zijn nou de type beloningen, uh, dat dat ertoe geleid heeft dat die combinatie een, een, een herijking uh, neerzet. Allerbelangrijkste is natuurlijk nu de financiële crisis, de banken, de verrijking bij de banken, terwijl er eigenlijk ze gebaseerd waren op hele hoge risicoprofielen. Dat is denk ik het, het, het laatste zetje geweest. en eh, Banken zijn dan ook nu de eerste die echt zijn aan het veranderen, financiële instellingen. En daarvan heb je een spillover effect naar de, naar de reguliere industrie. Dat is een beetje mijn verwachting. Zeg, tien jaar geleden was het argument van marktwerking, eh, inter-, met name internationaal gezien, anders gaan we wel weg ja. naar het buitenland. Het blijft nog steeds, uh, en dat is ook een van de dingen uh, die je ziet waarvan ik denk dat het tijd is om daar nog eens uh, over na te denken, is de externe markt wordt heel vaak gebruikt als de rechtvaardiging en het eerste ankerpunt bij het vaststellen van een beloning. En uh, ik denk dat, dat we daar in Nederland wel gematigd naar kijken, dus dat we niet vergelijken met heel veel Engelse of Amerikaanse ondernemingen die heel veel hoger belonen, dat we eigenlijk continentaal Europees kijken. Nou, dat matigt die beloning al best wel uh, behoorlijk. Um, maar wat je, wat je zult zien is dat die externe vergelijking wel nog de primaire vergelijkingsmaatstaf is en de primaire basis voor beloning. Dus zolang die externe markt de primaire basis is van de vaststelling van beloning, zul je ook zien dat er weinig bedrijven zijn die onder de media, dus onder het gemiddelde, zullen gaan belonen. En dat betekent dus dat je altijd nog dat haasje overeffect gaat krijgen. Dus ik denk dat er pas echt verandering komt op het moment dat ondernemingen gaan zeggen: wij kijken naar de interne beloningsverhoudingen. En we gaan daar ook bepalen hoeveel meer mag een bestuurder. Um, verdienen. Het risico zit hem niet zozeer in de mobiliteit van die bestuurders. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Het is echt niet zo dat alle Nederlandse bestuurders naar het buitenland gaan. Wat wel een probleem is, is de aantrekkingskracht op buitenlands talent. Dus we hebben hier een aantal internationale hoofdkantoren waar onder de raad van bestuur verschillende niveaus heel veel buitenlandse medewerkers zitten, getalenteerde buitenlandse medewerkers. Met de Nederlandse beloningsnormen is dat niet altijd toereikend om die mensen aan te trekken. En dat, en, en dat zorgt wel voor een scheefgroei, die ja, ik denk met onze Nederlandse beloningsniveaus voor altijd een spanningsveld zal blijven. Dus dat, dat is er wel eentje dat blijft een punt van zorg. Maar mobiliteit van bestuurders zelf is geen reden geweest om die beloning omhoog te gooien.